SOGK ontvangt donatie van LVV. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een landbouwpakket overhandigd aan de Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen, SOGK. De overhandiging is gedaan door LVV-minister Rabin Parmisser. Dit ter versterking van hun landbouwactiviteiten die zij reeds ontplooien. Dit project is een van de activiteiten georganiseerd door het ministerie van LVV in het kader van de Dag der Agrariërs en Wereldvoedseldag, welke plaatsvond op maandag 14 oktober op het terrein van de stichting. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.